Zo, welkom terug bij Wie ben ik? En dan hebben we vandaag deze vraag. Welke woorden of zinnen gebruik jij vaak? Is dit niet een vraag die ik juist beter aan anderen kan stellen? Van, hey, welke woorden of zinnen gebruik ik vaak? Misschien ga ik nog eens een keer een opvolgvideo doen hierover met deze vraag. Van wat anderen vinden dat ik woorden of zinnen vaak zeg of gebruik. Ja, lijkt me een goed idee. Maar wat zou ik zelf kunnen verzinnen? Ik denk het woord verschrikkelijk. Oh, verschrikkelijk. Dat eentje is die ik wel met enige regelmaat bezig. En dat komt gewoon omdat er ook genoeg in het leven is waar ik tegenaan of waar ik echt denk van, dit vind ik ook verschrikkelijk. Van, jakkes. Ja, ik heb tegen een groot aantal zaken een aversie of een allergie. Maar ja, dat had ik misschien in de andere wie ben ik moeten beantwoorden. Van, heb ik allergieën? Ja, maar ja, ik dacht dat ze hier bedoelde voedselallergieën. Helaas. Welke woorden of zinnen gebruik ik verder nog heel erg vaak? Nou, liever niet. Ik ben niet zo fan van stopwoordjes of stopzinnen. Ik zeg eus en ums heel vaak. Misschien is dat wel een dingetje. Alleen, ik zie dat niet als onderdeel van mijn vocabulaire. Het is niet dat ik het doelbewust erin gooi om een punt duidelijk te maken. Ik gebruik het omdat wat ik zeg en mijn beredenering, als ik dit doe, ja, heel erg snel verloopt. En daar ontstaan heel vaak crashes in. Denk maar elke keer als ik eus en ums zeg, dat er een crash in mijn hoofd is gebeurd. Het is chaos hierboven, joh. Net Mumbai. Dus... Ik probeer mijn woordenschat zo divers en variabel mogelijk te houden. Dat vind ik ook leuk om te doen. En nou, nu ik zit er na te denken, er is misschien wel iets wat ik vaak doe. Als je naast woorden en zinnen ook manieren van communiceren mag bij betrekken. Denk bijvoorbeeld aan dat ik heel erg in beeldspraak denk en dat ik vergelijkingen maak. Van, dat is hetzelfde als. In zoverre, dat gebruik ik wel met enige regelmaat. Niet altijd, niet 100% bewust. Maar ik ben me er wel meer bewust van dan bijvoorbeeld als je me vraagt welke woorden of zinnen ik vaak gebruik. Het is echt meer van de beeldspraak en de vergelijkingen. Dat zou hetzelfde zijn als. Die wil ik nog wel eens gebruiken. En dat is mijn... Dat is hetgeen de woorden en zinnen die ik vaak gebruik. Het is vrij een zeldzaamheid, denk ik. Want er zijn veel mensen die inderdaad woorden of zinnen hebben die ze vaak gebruiken. En ik heb juist het tegenovergestelde, behalve de us en ums dan. Elke keer een crash in mijn hoofd. Ja.